Eenmaal dat we een werkend account hebben op MyEndNote Web, kunnen we nu vanuit de digitale bibliotheek op een makkelijke wijze records gaan doorgeven. Ik toon het aan de hand van twee databanken. Dus ik ga hier alweer naar de belangrijkste records. En een eerste voorbeeld is Academic Search Elite. Ik ben hier eigenlijk aan het zoeken naar werken over Tolstoy. En ik doe een zoekopdracht en stel nu dat ik hier een aantal titels vind die mij interesseren. Hè. Dus ik zal me misschien voor het gemak beperken tot wat in academische tijdschriften staat. En ik heb hier een aantal artikels. Nu, u weet dat al een zinvolle tussenstap is, zeker van die in de folder van deze omgeving zelf te gaan zetten. Dus hetgeen je interesseert, kan je in een tijdelijke folder plaatsen. En ook hier geldt uiteraard, dus ik heb nu een drietal items aan die folder toegekend, ook hier geldt dat je je eigenlijk kan registreren voor die databank en dan blijft je folder ook tussen sessies bewaard. Maar goed, dat is niet het eigenlijke thema hier. Ik ga nu even naar de folder en ik heb hier mijn items. En nu zie je dat je die ook weer kan gaan ofwel printen, naar jezelf e-mailen, bewaren of exporteren. Ik ga ze nu allemaal selecteren, het zijn er een drietal, en ik doe export. En daar ga je nu zien dat er de mogelijkheid is om onmiddellijk te exporteren naar EndNote Web. Dus ik ving dat hier aan. Nu op dit ogenblik ben ik ook zelf ingelogd op EndNote Web, hè, dus ik heb hier mijn webpagina openstaan, dus ik ben ingelogd. Hè, en dat maakt dat ik ook rechtstreeks ga kunnen exporteren naar EndNote Web. Dus ik ga dat hier bewaren. Je kan dan nog aangeven of je je folder dan meteen leeg maakt, ja of nee. Ik ga dat nu bewaren. En dan ga je zien dat er in mijn EndNote Web er drie records geëxporteerd werden. Als ik die even wil gaan herbekijken, dan ga ik naar My References. En dan moet ik wel hier even sorteren van nieuw naar oud. En dan zie je die drie publicaties van Tolstoy. Die kan ik dan natuurlijk in een map gaan plaatsen. Nu, ik denk dat ik hier eigenlijk al wel een map Tolstoy heb. Dus ik kan die gebruiken. Anders maak je een nieuwe groep en noem je dat Tolstoy, maar ik kan dat hier rechtstreeks doen. En dan worden die daar aan toegeleverd. En dan kan je uiteraard bij je Tolstoy, hier staan er nu al in totaal een achttal in, die terugvinden. Dat is eigenlijk de manier waarop het werkt. Laat ons nu eens naar een andere databank kijken die erg populair is in onze faculteit. Dat is JSTOR. Dus ik ga even ook weer bij die twaalf belangrijkste records gaan we ook JSTOR terugvinden. En ik vind het van belang om ook bij JSTOR echt met een eigen account in te loggen. Dus die kan je ook in de PC-klassen aanvragen. Hè. Als je op de JSTOR-catalog toekomt en je klikt hier op login, dan ga je kunnen je aanmelden. Het heeft het voordeel dat je citations kan gaan opslaan die je opgezocht hebt. Laat ons zeggen dat ik hier ook weer naar Tolstoy aan het zoeken ben. En ik vind hier een aantal artikels die me wel interesseren. Ik ga er een aantal aanduiden, ook weer een drietal. En je ziet dat je hier nu ook weer de mogelijkheid hebt export citation. Dus we gaan dat even
oproepen. En dan wordt er gevraagd in welk formaat. En hier moet je dan kiezen voor een RIS-file. Een EndNote ProSite of Reference Manager-file. Dus we doen RIS. En dat moet je eigenlijk bewaren op schijf. Dus het heet Citations RIS. Ik ga dat hier nu gewoon even bij mijn downloads opslaan. En ik kan dat bijvoorbeeld meteen noemen Tolstoy.ris. Dan is er later geen misverstand over welke zoekopdracht dat gaat. Oké. Okay. Dus nu kan ik terug naar EndNote Web. En kan ik bij Collect gaan kiezen voor Import References. Ik ga dit even sluiten. Ik kan hier gaan kiezen voor Import References. Nu selecteer ik de file, dus ik ga dat via een browsvenster doen. En die file vind ik hier bij mijn downloads. Dus we gaan hier Tolstoy.ris vinden. En we gaan dat openen. Dus dit is deze file. Nu mijn import option. Die moet je hier gaan kiezen uit een lijst. En ik neem uiteraard, en dat moet je wel weten, hier ga ik Refman RIS kiezen, Reference Manager RIS. Zie? Je kan dat eventueel als een favorite gaan opslaan, hè, maar dat is Refman RIS. En dan ga ik dat in een juiste collectie stoppen. Ik kan een nieuwe collectie maken of ik kies hier Tolstoy en ik doe import. En dan gaan er weer een drietal records worden ingevoerd in de Tolstoy groep. Ik kan daar meteen naartoe. En daar kan ik ze sorteren op newest to oldest. En dan heb ik die drie laatste die ik toegevoegd heb. Dus tot daar het zie je hoe makkelijk het eigenlijk is uit die digitale bibliotheek gegevens te importeren rechtstreeks vanuit deze databanken.